What's up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij iets super speciaals doen. Wij gaan namelijk militair voedsel eten. Dat allemaal wat hier ligt. En Natalie is hier even een soort van de ervaren van ons twee in. Want Natalie kijkt heel van dit soort filmpjes. En dit eten militairen dus, want dit kan je snel maken. Het is genoeg voor een hele dag volgens mij. 4000 calorieën. Jij wil me weer dik hebben, hè? Jij wilt mij dik hebben, hè? Correct, let's go. Maar goed, wij gaan dit dus vandaag allemaal uittesten. En wat wij dus voor ons hebben liggen is een militair voedselpakket van het Britse leger. En ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. Wow, kijk trouwens, zelfs haar legerjas is drippend. Wow. Oké, we hebben hier een pan met heet water en... Let's go. We doen de pasta. Oh. De kipbouwvorkje. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Let's go, let's go. De steak met dumplings. Let's go. En de kip met groente biryani. Doe maar hoor. En de sticky toffee. Oh, joh, hey, we hebben echt veel. Oké, ja. Woe, kijk even met je vinger. Hallo, gekkie. Komt goed. Oké, wij laten dit nu even koken en dan komen we straks bij jullie terug. Eventjes later. Oké, mensen, we zijn weer terug. We hebben voedsel opgewarmd en we kunnen eigenlijk gewoon gaan beginnen. Wat gaan we doen? We gaan beginnen met het ontbijt. En het ontbijt is de kipworstjes met de bonen. Kipworstjes met bonen, oké. Ja. Oh ja, dat is misschien ook wel handig om uit te leggen. Het is echt verdeeld in ontbijt, lunch en avondeten, toch? Snacks. En snacks heb je ook nog. Je hebt dus ook echt inderdaad een heel eetschema. Kijk, Natalie heeft de bordjes al. Let's go. Oké, dus dit is de chicken sausage. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Oh, het ruikt wel lekker. Oh, inderdaad. Wow, het ruikt naar saté. Saté. Ja, satésaus. Wow. Dat is wel veel. Hé, dat zou je niet verwachten uit zo'n zak. Kijk, zoals jullie zien hebben we ook een bestek gepakt, maar we hebben eigenlijk maar één speciale lepel. Maar we willen wel eerst deze lepel uittesten, want dit is een vorklepel. Wil je eerst proeven? Jij mag eerst. Nee, steenpierschaar. Steenpierschaar. Oh, jij mag eerst, zie je? Het lot bepaalt. Here we go. Oh, shit. Wow. Ja? Echt lekker. Echt waar? Ja. Serieus? Echt oprecht. Ik zie mezelf dit echt gewoon eten voor ontbijt. Oh, nu ben ik echt benieuwd. Maar het is echt gewoon lekker. Hey, ik neem gelijk nog een hap. De structuur is wel wat zachter dan normaal worstje. Maar het is qua smaak echt gewoon super lekker. Mm. En goed gekruid. Mm-hmm. Oh, zeg raar man. Ik zou dit ook als ontbijt gewoon eten. Maar dat verwacht je echt niet als je dit soort pakketjes ziet. Ik wacht vet veel honger. Ik heb ook veel honger. Maar hey, check even hoeveel we hebben. Je kan deze dingen trouwens ook allemaal koud eten. Maar wij kozen er toch voor om het even op te warmen. Het is toch iets lekkerder. Alright mensen, dat was het allereerste gerecht. Super lekker. Niet verwacht. Dat lief. Tama, wat is het volgende gerecht? We kunnen drankjes proberen nu. Oké, okay, let's go. Eventjes later. We hebben twee glazen water. Wat gebeurt hier? Cola. Ja. Het is gele cola. Oké, kom maar. Oh, volgens mij zit hier iets meer in. Roer maar. Wow, maar je ziet dat poeder echt goed. Dit lijkt net modder of zo. Dat poeder blijft gewoon, toch? Misschien moet je nog harder roeren. Ready? Cheers. Oh, wow. Je is echt heel zoet. Proef naar citroen. En dan zeg maar dat nasmaakje dat je hebt na een cola lolly. Op naar het volgende gerecht. En wat is dat? Een snack. Een snack. Welke snack? De biscuits. Ja, koekjes. Met de smooth peanut butter. Oké, maak me open. Oh, je moet het pakje dus blijkbaar eerst kneden voor gebruik. Mag ik dat doen? Zullen we eerst gewoon eentje los proberen? Oké, is goed. Ik denk dat dit echt droog gaat zijn. Oké, let's go. Cheers. Cheers. Wow, hij is echt wel vet crunchy. Oh ja. Hij is wel zoet. Beetje. Zoeter dan ik had verwacht. Tijd voor de pindakaas. Oh. Dit is echt vet smooth. Oh ja, ze zei ook hè, smooth. Dit is echt super smeuig. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Cheers. Yes. Oh. Ik vind deze pindakaas lekkerder dan bijvoorbeeld een café pindakaas. Deze pindakaas moet een beetje denken aan karamel. Oké, mensen, en dan is het nu tijd voor het volgende gerecht. En dat is het diner. Dat is pasta met vlees of kip met rijst. Doe maar een kip met rijst. Eventjes later. Oh. Stond stir well. Dus goed mixen voordat je het gaat eten. Ik heb de vorige eerst geproefd. Jij mag deze eerst proeven. Oké, dan gaan we mensen. Oh, het ruikt inderdaad wel echt lekker. Ja, ruik je dat nu pas? Mmm, ja. Ik vind het gewoon lekker hoor. Wow, volgens mij is het beter gekruid dan dat Nederlanders hun eten kruiden. Wow, the shade. Ik had niet verwacht dat dit eten zo lekker zou zijn. We gaan over naar de pasta. Ik ben nu benieuwd. Wow. Zo, maar dit zijn elke keer echt grote borden ook. Ik snap nu wel hoe ze aan 4000 calorieën komen. Bonen. Het ploeft na. Het ploeft na. Tomatentapenade. Heel hetzelfde als op je brood. Het
kijk je moeilijk. Ik moet zeggen, ik vond de rest oprecht allemaal lekker. Maar hier ben ik geen fan van, man. We gaan nu voor steak met groenten en dumplings. Ik ben echt benieuwd naar dit vlees. Ik ben echt benieuwd. Oh. I want to try this. Het is gewoon gaaf. Oh, dit is wel echt anders dan de dumplings die ik gewend ben. En dit is dan vlees. Nou, dat is wel lekker. Ha. Huh? Mm. Mm-hmm. Ik ben meer fan van het vlees dan van de dumpling. Oh shit, wat hebben we nu? Sticky toffee pudding. Oh. Ik ben hier voor de sound effects. Het ziet er erg interessant uit, ja. Mm. Ja? Echt lekker. Ja? Wow, wow, het is echt lekker. Maar het ziet er echt niet uit. En dan hebben we nog één snack te gaan. En dat is de Tropical Fruit and Nut Mix. Doe je ogen dicht. En dan moet jij raden wat het is. Hallo, niet kijken. Waarom kijk je? Ik dacht dat ik de tabasco in mijn mond zou doen. Mijn naam? Ja, oké, nog een keer. Rozijn. En. Appel. En. Beer. En. Kokos. Oh. Waarom kijk jij? Je weet al wat het is. Oh, dat is een keer nootje. Ogen dicht, ogen dicht. Je zei ogen dicht, niet mond open. Oh, mond open. Dit is papaya. Open, open. Wat is het? Banga. Ja. En oké, mensen, daar hebben we nog twee dingen over. Nou, eigenlijk drie dingen. Pepermuntje, kauwgom en een lucifer. Maar die gaan we ook sowieso aansteken. Oké, het pepermuntje. Wow, dat lijkt net, hoe heet zoiets? Sportlife. Weet je zeker dat dit pepermuntje is, Hanwee? Ja? Sugar-free chewing gum. Is dat hier white pepper? Oh, dat is een smaak. Oh, het is allemaal kauwgom. Ik neem mijn woorden terug. We hebben alleen nog kauwgom en dan de lucifer. Oh, oké. Okay. Ah. Wow, dat is gewoon letterlijk inderdaad die kauwgom. Sportlife. Maar dan is het nu tijd voor de finale. We hebben lucifer. Aan jou de eer. Lukt het niet? Zal ik het proberen? Wow. Oh, wow. Dit is niet heel slim om in mijn kamer te doen. Oh, je kan hem ook niet meer uitblazen. Zo, ik liep net iets lang gaan. Zo, het ruikt nu hier echt smerig. Maar ja, goed mensen. Het is een rommeltje hier. Maar net, we hebben alles uitgetest. Behalve deze Tabasco fles. Maar ga je die nu uittesten? Wij. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ja, goed, kijk, dat is hetzelfde als in de supermarkt natuurlijk. Dus dat boeit niet. Dat jullie gaan blijkbaar wel uittesten. Nee. Ik hoef dat niet. Maar ja, goed, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zeggen wij... Laters. Ah, oh, ik kom er niet bij, joh. Die camera staat veel te ver deze keer. Later!